Het bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi begon met een officieel werkbezoek aan Washington DC in de VS. Naast de formele gesprekken met de regering van de Verenigde Staten is er ook gesproken met de internationale financiële instellingen. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geeft een uiteenzetting van dit werkbezoek. De gesprekken op het stuk van de bilaterale samenwerking zijn gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Anthony Blinken. En die gesprekken zijn heel goed verlopen, omdat er niet alleen is gesproken over de politieke context van de relatie. Voor de Verenigde Staten is het belangrijk dat we een platform hebben van democratie, van rechtsstaat, van mensenrechten, van goed bestuur, maar ook van een onafhankelijke, sterke rechterlijke macht. En dat is het platform geweest waarop deze regering van start is gegaan. En we hebben duidelijk aan kunnen geven dat we dus dat soort waarden en normen zullen blijven onderschrijven. Dat is het politieke. Er is ook gesproken over wat regionale issues. De relatie met CARICOM, de situatie in Haiti, veel aandacht getrokken. Omdat er daar een bijzondere rol is voor Suriname als voorzitter van CARICOM om daar in een rol te spelen. Maar daarnaast is gesproken ook over puur bilaterale aangelegenheden. De samenwerking op het stuk van veiligheid. En laten we gelijk erbij zeggen, president Santokhi heeft ook wat gesprekken gevoerd met de veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten om die samenwerking aan te halen. Er zijn grensoverschrijdende criminele activiteiten die aangepakt moeten worden. En dat zal ons land ook goed doen in termen van internationaal aanzien. Maar er is ook gesproken over samenwerking op andere gebieden, op het gebied van handel, van investeringen, olie en gas. Dat zijn de issues die aan de orde zijn geweest daar. Laten we gelijk gaan naar het tweede gesprek. En dat is het gesprek geweest met vicepresident Kamala Harris. Dat is een vervolggesprek geweest vanuit de Verenigde Staten. Nadat het eerste gesprek is geweest in Los Angeles tijdens de Summit of the Americas. Er is tussentijds ook een virtuele call geweest met vicepresident Harris. Allemaal bedoeld om die relatie tussen de regio, CARICOM, en de Verenigde Staten aan te halen. En het gaat om specifiek drie zaken. 1. Toegankelijkheid tot financiën, met name goedkoop kapitaal. En de kwestie van correspondent banking en de-risking. Dat zijn twee zaken die opgelost moeten worden, zodat ons financiële verkeer ook wat soepeler kan verlopen en dat we ons financiële systeem in stand kunnen houden. Het tweede is voedselveiligheid. Dat is belangrijk omdat we landen hebben in het Caribisch gebied, Suriname en Guyana met name, die een stukje voedselzekerheid kunnen verschaffen. En het